een keukenkastdeurtje wat scheef hangt, kun je makkelijk zelf recht hangen. Je hebt daarvoor nodig niet meer dan een kruisschroevendraaier. Als men het deurtje open doet, zit hij boven en onder de scharnierpunten te zitten. Om aan het deurtje te gaan stellen, moeten eerst de zwarte kapjes verwijderd worden. Hier zit hij de stelschroeven. Het eerste schroefje wat hij tegenkomt, is om het deurtje te laten kantelen, zowel in de hoogte als in de diepte. Hoogte of in de diepte. Het tweede schroefje is om het gehele kastdeurtje omhoog of omlaag te laten gaan. En het achterste schroefje is om de diepte te gaan bepalen. We laten de handelingen even zien. Door het schroefje naar links te draaien komt het onder naar voren. Zo kunt u deze diepte bepalen. Nu kunt u zien dat die boven nog niet gelijk is. Gaan we het bovenste schroefje naar rechts draaien. Om een deurtje uit te laten gaan, zodat hij boven gelijk komt. Dit moet in kleine stapjes gebeuren, zodat u ziet wat u doet. Dus in kleine stapjes proberen totdat hij goed hangt. U kunt beter nogmaals controleren met kleine stapjes of het evenwijdig wordt. Hangt het kastje voor u goed, kunt u de afwerkkapjes terugplaatsen. Dit doet u door middel door ze gewoon er simpelweg in te drukken. 1 en nummer 2.